Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In onze omgeving zijn wel wat stapelwolken, maar het stelt allemaal niet zo heel veel voor. De zon heeft veel ruimte vandaag. De stapelwolken worden in de loop van de ochtend wel wat groter en misschien dat er in het noorden van het land lokaal een licht valt. En dat zou ook vanmiddag nog het geval kunnen zijn. De wind is zwak tot matig, waait uit het westen tot zuidwesten, kracht 3 tot 4. En de meeste zon hebben we in de kustgebieden. De stapelwolken vormen zich met name landinwaarts met temperaturen van zo'n 20 graden. In de avond verdwijnen de meeste buien, wordt het droog, hebben we opklaringen. Temperaturen rond 16 graden. En verder verandert er heel weinig. Vannacht koelt het af tot ongeveer 11 graden. Dan gaan we naar morgen, dan hebben we weer veel zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er zijn ook wel weer wat stapelwolken. Temperatuur, wintergraadje, 20 tot 22 graden wordt het en de wind stelt heel weinig voor. Een rustige woensdag dus. En de dagen daarna verandert er wat wind betreft niet zo heel veel, neemt weer ietsjes toe. Maar de temperaturen gaan vooral omhoog. Het wordt ook zonnig, vooral op de vrijdag, en dan zitten de 25 graden alweer in het vat. En zaterdag komen we op veel plaatsen dik boven de 25 graden uit. En ook zondag lijkt nog een volop zomerse dag te worden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.